Dag people. Ik had, gisteren had ik een video geschoten en had ik het tussen neus en lippen had ik het door over Antifa. Hè, dat in Amerika de mondkapjesplicht weer terugkomt. In democratische staten wel te verstaan natuurlijk. Hè. En dat de reden daarvan is zodat Antifa los kan gaan. Hè. Ze willen de Antifa inzetten om rellen te schoppen, vernielingen, ga ze maar door. Hè. Ze willen dat de Antifa-leden zich gaan verkleden als Trump-aanhangers. Zodat de Trump-aanhangers de schuld gaan krijgen van de rellen die dan gaan komen. En je kunt het ook zien als je naar een persconferentie kijkt waar Biden is. Hè, of zijn secretaresse, hè, de woordvoerder van Biden. Die dragen allemaal maskers, tenminste de mensen die daar dan in de zaal zitten. Ik zag vanochtend een filmpje voorbij komen uit Los Angeles van afgelopen zaterdag, van afgelopen nacht dus, of gisteren dus. Dat twee groepen helemaal losgaan tegen elkaar. Hè, Antifa tegenover Trump-aanhangers. Ja, en je ziet gewoon dat ze gemaskerd zijn. Hè, en dat mag in Los Angeles normaal gesproken niet. Maar ja, als jij een mondkapjesplicht invoert, dan mag het dus wel. Want je bent verplicht om die mondmasker te dragen. En dat is de reden waarom ze nu op dit moment in Amerika, in sommige staten, hè, democratische staten, wat ik al zei, mondmaskers moeten dragen, zodat de mensen dus vermomd kunnen gaan rellen. Black Lives Matter hoort er allemaal bij. Hè, die hebben ze ook niet. Die zetten ze ook al jaren in om rotzooi te trappen in Amerika, hè, in die democratische staten. Want als jij kijkt naar Los Angeles, Californië, noem al die staten maar op. Hè, het is gewoon één grote puinzooi daar. De gouverneurs van die staten, democraten wel te verstaan, die hebben er gewoon een puinzooi van gemaakt. Hè, dan heb ik het nog niet eens over Cuomo, hè, de gouverneur van New York, die vorige week ontslag heeft genomen. Het hele kaartenhuis het begint gewoon in één te storten. Hè, want toen was Cuomo nog het lievelingetje, hè, van iedereen, want Cuomo ging tegen Trump in. En Cuomo deed het toch allemaal goed, hè, omtrent COVID-19. Nou, niet dus, want hij heeft 15.000 doden op zijn geweten. Hè. Hij heeft ouderen teruggehaald naar een bejaardencentrum waar ze allemaal stierven. Zijn schuld. Maar goed, hij is afgetreden wegens ongewenste intimiteiten. Hè. En zijn broer, die werkt bij CNN, Chris Cuomo, en die heeft al die tijd gezegd in die periode van de MeToo-periode, dat je vrouwen altijd moet geloven. En dan wordt zijn eigen broer aangeklaagd door die diverse vrouwen. En nou in één keer hoef je vrouwen niet meer te geloven. Mensen, joh, die mensen zijn zo hypocriet als de pest gewoon, hè. Come on, man. People who say they are victims should be believed. Man, oh man, oh man. Maar afijn, om even terug te komen op LA. Ik laat jullie zo dit video zien waar Trump-aanhangers tekeer gaan tegenover Antifa-members en andersom uiteraard. Ja, dit is wat ze gewoon willen doen, mensen. Ze willen gewoon chaos creëren. Nou, ik bedoel, iedereen die voor Biden was, hè. Kijk nou eens naar Amerika, wat er allemaal gaande is in Amerika. Alles is daar gestegen. De belastingen, de benzineprijzen, de huren. Je kunt daar als ondernemer of als beginneling kun je niet eens een huis kopen, want het is schreeuwend duur. He, ga ze maar door. Kijk nou eens naar het Midden-Oosten. He, kijk nou eens wat er in Afghanistan gebeurt. Dat was onder Trump niet gebeurd, hè? Om maar even zo te zeggen. Maar ja, Biden was heilig, hè? Biden zou de boel gaan verenigen. Biden zou vrede stichten. He, Biden is een vredestichter. Mensen, denk toch eens na, man. Kijk eens naar 8 jaar Obama. Obama heeft 8 jaar lang oorlog gevoerd. Hij kreeg in de eerste maanden kreeg hij al de prijs van de vrede. Terwijl Obama er net zat. Hè? En na die tijd, dus hij krijgt de prijs van de vrede. En dan sticht hij 8 jaar lang oorlog. Dan komt er een Trump, die sticht overal vrede. Ja, en dat is dan de boeman. Dan komt er weer een Biden. En die begint weer oorlog. He, die trekt zijn troepen te snel terug uit Afghanistan, waardoor er dus weer een vacuüm ontstaat, waardoor dus de Taliban weer kan oprukken. Maar het heeft niks te maken met beleid. Helemaal niks te maken met het beleid van Obama en van Biden. Helemaal niks. Maar wat ik wel weet, is dat we nooit 3 crisissen terecht gaan komen. De hele viruscrisis, waar ze ons binnen tang houden. De oorlogcrisis komt eraan, hè, want in het Midden-Oosten lijkt het op, de vluchtelingen komen alweer deze kant op. Dat is crisis nummer 2. En de hele klimaatcrisis. Hè? Dus we zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, volgens Rutte. Ja, maar andere crisissen kunnen we er ook nog makkelijk bij gebruiken, toch? Kom op, zeg man. Maar goed, hier zien jullie het filmpje van wat gisteren in Los Angeles is gebeurd. Mensen, ik wens jullie een fijne dag. Peace out. Don't stand in the way!
enough, come on! Enough, enough! You alright? You right? Enough, come on!